Het is in Nederland zelf, moet ik mijn beste Engels boven halen. Het is in Poképlay, dus. Oh. Poképlay kanaal. Maar ik kan altijd natuurlijk subscriben op het Schmonster kanaal. Link in de description below. Like, subscribe. Follow mij ook op Twitter en be crazy. Link. No restriction. In de description below. Ik wou legit. Ach, man, dat ze zo automatisch level 50 hebben. Oké, maar doe ook zo'n automatisch level 100 alsjeblieft. Dat is te moeilijk, dat kunnen ze niet coderen. dat is dubbel zo dat coderen werken, man. You're right. There appears to be one or more problems with your penalty. Shit. Ja, wacht, ik fix wel. Ik ga wel gewoon zo zien of ik nu nog wel mons. Ah, maar ga die moeten zitten in mijn party. Oké, ik ga even moeten. Nou, zo wel. Cancel. Zo wel. Maar ja, ik blijf opnemen, zo, dus entertainen de mensen maar zo. Eten drie vuurtje, man. Itsy bitsy spider. Don't put me on the spot like that, man. Dus ik ga dat gewoon in een melk steken. Het probleem is, ik heb ook zo niet gezien waar mijn probleem zit, hè. Dat is echt kut, hè. Kut enkel als je bij elkaar bent. Bij wireless, dan geeft dat aan welke Pokémon het probleem is. En als je exacte rules followt, als je bijvoorbeeld VGC rules, dan duidt dat die Pokémon aan. Ik hoor dat bij alles deed, bij elke rule. Maar ja. Dit is niet een power probleem gaat zijn of zo. Ja. Of deze ding zal waarschijnlijk het probleem zijn. Oké. Ja, dat is misschien early genis of zo. Nee, ik ken alleen maar van uit Gen 7. Ik vind wel cool dat jij een heatmore hebt, honestly. Ik dacht eerst dat er het verkeerd dat iemand verkeerd geluisterd had of verkeerd gelezen en dat er een tran was, maar dat er een heatmore. Oké, okay, ik ga terug. Je hebt hem ook eens. Ja, ik heb één battle gezien dat jij mee had gepakt, ik weet niet eens welke battle het was. Hij heeft echt niks. Ik heb hem al twee of drie battles meegenomen. En heeft al wel weer geleerd. Ja? Ik heb er al een game mee gehad. Tegen Tim heb ik bericht. Ik ben er echt hard gegaan tegen Tim met mijn heatmore. Wat kan heatmore zelf? Ja, niet opzoeken, hè. Niet gezond. Mag ik dat niet opzoeken? Ik wil het juist opzoeken. Dan kent je mijn moves. Oh, nee. Ja, ik gok waarschijnlijk fire moves. Waarschijnlijk krijgt hij wel earthquake, niet? Die krijgt fire lash. Ja, juist als die zei, dat is een move specifiek aan hem, maar wat doet hij? Dat is 80 base power en 100% kans dat defense dropt. Oh damn, nieuwe VGC man, let's go. Als het double target was, het misschien beter is. Ik ben op plaats, hè? Zullen we? Ah, oké. Okay. Ja, sorry, ik ben ook op plaats. Maar ik zei je niet tussen de lijsten, die ligt Ja, ik heb je. Ik zal het sturen. Maar ik ben nog bezig met mijn editen, dus. Oh nee, dan moet ik mijn deze allemaal uittrekken. Dan doe ik gewoon een andere mond in het brein steken. Dat is wel. Ik ga wel disappointed zijn als ik geen heat meer zie. Nee. Die heat meer zou oké moeten zijn. Oh nee, nu heb ik verraden dat hij op mijn team zit. Weet je wat zo'n nadeel is als je zo'n gymleader zei? Ik heb zo het gevoel dat ik ook altijd bijna altijd dezelfde Pokémon's meepak. Ja. Ja, er zijn zo'n paar goede bolts en de rest is zo'n ding zijn gewoon shite. Heeft Meowth furcoat? Want dan wil ik dat wel eens gebruiken eigenlijk. If you let Meowth. Nee, pick-up technician rattled. Godverdomme. Man, als die furcoat had, hè, ik had dat zo hard gebruikt. If you like me out. If you like me out. Wow. Ik denk niet dat hij echt goed was. Maar als dat verkoopt had, was zo va. Dat is toch nog altijd wel. Wacht, 80 speduif. Dat is 65. Nee, wacht. 70 defense.
En dan nog eens Furcoat erbij. Damn! Waarom is Miyato zo snel? Die heeft 90 speed, holy shit. Fuck. Wat dan? Nog niet? Nee. Ik zal een link zetten wanneer voor mensen die nu nog aan het kijken zijn wanneer dat de battle begint. Sorry! Ja, ik ben een kut. Welke man het probleem is. Ja. Maar ik weet niet hoe ik dat ga vervangen. Of ik smijt er gewoon een heel andere man in. Dat kan ik ook doen. Die ik wel heb in mijn draft zit. Mm-hmm. Ik hoop dat Diancie is dat weg is. Dat is je enige. Nee, je hebt het Clefable nog. Je hebt nog een fairy type, het is oké. Okay. Bro, ik heb 3 fairy types. Wat, Diancie. Ah ja, Coco. Ik weet het. Ah, Coco is een fairy type. Wat? Ik zie hem altijd alleen maar Hidden Power Ice gebruiken en Volt Switch en U-turn. Dus allee. Ja, die moves heb ik ook zijn, maar. Dazzling Gleam, wie gebruikt dat nog? Allee. Fuck, ik moet nu een battle ready move in. Echt zo, 5 goede Pokémon zijn als we 1 zonder EV's en alles. Yeah, let's go. Ja, maar ik ben echt zo trash, man. Zo, ik moet zo zien dat die wel, ja. Ah, wacht hier. Ah. Och, voor wij niet. Kom, doe dat hier. Je wilt trade kunnen, Diancie, hè? Nee, fix. Nu zou het er door moeten raken. Oké, okay, ik heb zo echt zo shitty Diancie. Ja, fucking dance, als er keer taal, hé. Lucky you! Ja, maar ja, dat is een event, hè. Ja. Het je een event maar gemaakt en alles. Ja, maar ik denk gewoon dat ik de verkeerde hier een power heb gegeven. Dat ben ik gewoon. Ik heb hier een power fighting gegeven. Ah, damn. Alle twee fairies zijn hier. Shit. Shit. Hoe worden we het spitten? Ha, nu heeft één mond wel geen nickname, zegt al. Hij twee mond eigenlijk. Just. Ik ga direct zien wie dat is. Het heeft geen nickname! Dat is de faker! Damn. En ik heb mij zo prippen voor een Bisharp, man. Ah, just ja. Ik kom Bisharp mee pakken. Nah, ik wou gewoon een paar allemaal leuke Pokémon. Bishop is leuk. Bishop is leuk, absoluut. Maar ik wou Crocodile meepakken. Dat is lang geleden. De Claw. Ja, exact. Dat was dus dat ik verkeerd had gezet. De Claw. William Boeva. Oh, damn. Weet je waarom? Omdat het een kleine fairy is. Omdat hij zo waddelt. Oké, I can see that. Nice sash. Yes. If I only wasn't unaware. I don't believe you. Don't believe you. Damn. Moonblad. Oh, mijn special attack. Nee! Adaptability special Crawdon. Let's go. Als dat nu een special boosty move kreeg, zou ik het nog eens willen proberen. Dit gaat pijn doen, man. Liquidation. Liquidation. Ik krijg geen crap hammer meer. Oh, damn. Eight. You living? Eet! Eet! Damn! Yummy! William Boeva kan krap eten, nice. Nee. Hallo! Wait, hi dear! Oh damn, you predicted me. The scout. The scout. Nah, now you know I'm protein.
Oh, shit. Ja man, ik moet toch zien of ik een kunkshot heb, of niet? Je hebt like 5 HP. Kunkshot, je wil. Laat me doen, hoor. Was dat degene die je fout had gedaan? Nee! Doe als je niet weet dat je spaghetti schrijft, hè? Dat is toch dat je spaghetti schrijft? Met gay! Skay! Does not seem advantageous to me. Retreat! Oh. Armen screens! Nee, niet voor Rocky Helmet. De play. Welk item heeft dit eigenlijk? Ah, geen. Oeps. Oeps, baby. Great build, again. Ja, wat doe je eraan? Is het de crook? Het is de crook. Het is de crook. Het is de crook. So you wanna switch, hè? Mag niet. Damn, caught my bluff. But I got my rocks. Als ik die dancing had, hè, man. Is allemaal niet gebeurd. Ja, je gaat u die dancing inswitchen op mijn krook. Of wat? Op mijn mandibus. Op mijn mandibus. Ah, nee, op mijn mandibus, ja. Oké, okay, dat is wel waar. What the fuck zeg jij allemaal? I don't know, man. Oeh, they did damage. So I see. Die boy switch gewoon niet. Begone, top! Hoi, kom. Ik kijk nu echt naar mijn moveset. Oh, god! Wow! Oh! Actually, I called it. Hello, unfair. Damn, take a rolling. Yeah. Shit. I said, be gone, Todd. The boy's calling it. Oh, damn. This thing. That's like, slecht. This might be bad. Did you moonblast? Of course I moonblast. Damn! Shite! Oh boy. Yeah! Upset. Upsetty. Mom spaghetti. Hey, wanna match protect? Oh damn, ik denk dat ik ging switchen! Ik wist dat jij niet in protect was! We leven! Maar ik... Oh boy. Well, this went to 102 real quick.
Ja man, we hebben Boomba coming through. Oh shit, ik wil niet eens een snoot worden. Oh, wait. Wait a minute. Moet jij niet al iets gedropt hebben? Nee. Die clefame was het niet bij dat ik iets had gedropt. Hey friend, you know. Geef free D-dance op mij, man. Ik denk, ga ik nu niet meer D-dansen, hè? Ik heb al 2 keer proberen flexen op je. I tried twice, not thrice. Hey, I can see your knee pads. Ziffer. Tja. Yeah. Big investment? Of course I do. Ik dacht dat ik mijn heat maar kon gebruiken, maar toen nog even. Yeah, rocks. Je gaat dubbel switchen naar je circuitry. Nope. Nee? Coco dan. Coco, ja. I thought so. Ik had pas toen ik klikte mijn move en ik dacht al, hij gaat dat doen, waarom doe ik dit? Zo, friend, you know. Yes, get hurt, pak. En nu kan ik mijn Z-move op u? Doe het dan. Oh shit, you actually did. Yeah. There was a reason. Oh boy. Ja, nu ga ik niet meer goed door uw tank rood, hé. Dat is wel een probleem. Ja, mijn tank rood is sweet nu, man. No, it doesn't. What do you think about tank? I might have something. You don't know, man. No, I don't. That's why I ask you. Stop asking me then. Snappy! I have one shot, one opportunity. It's yeah, Scarf Rocks. Yeah. Oh! Double Scarf! You want to do anything like that? Chip. Mijn deze biedt de pink, ja. Kunnen jij... Oh, ja, als je nu disconnect, dan neem ik toch wel de win, zo. VGC. Seems fair. Niet weg gaan van de tafel. Dit zal ze niet waar we aan dingen richten. Ah, perfect. Perfect. Chip! Ja, daarom. Ga even mijn nieuwe inzicht. Oh my, dat is echt niks. Man, je hield evenveel als dat ik je damage. Man! Ik heb Rox, ik heb Titar. Barabombi. Dum 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 dum. Sorry, waar ik mis? Ah, gewoon. ik die u ga mappen. Oké, nou. Right. Switch is in naar uw Zurk. Of naar mijn meg, of naar mijn koe. Ja, inderdaad, allee. Man, you're no fun. Je hebt toch een beetje kunnen chippen, hè? Dat is waar. Maar ja, nu komt mijn terrein daarin en nu hield je dat ineens keiveel terug. Het gaat zijn, hè? Ja, I know. Dus ik heel niet zoveel, hè?
Mag het hopen. My name is Reptar. Man, de Rugrats movie kon je echt nog niet zien, dat is kei lang geleden. En ik heb Bulldoze of niet, of Rock Tomb. Scary! Gebruik baksteenbreker! Ah ja, juist, je hebt brickbreak. Oh boy! Boom! I made it bulky! Dat is een priority. Little heat more quick attack of so. Maybe. Okay. Oh, boy fucked up. Hoezo fucked up? En ik heb Z-fight team of zo? Nee, wacht, dat kan niet. Ah, nee, dat is zo wel. Ik sta nu op plus 2. Ik denk wel dat ik je kill. Come on, ik ben een Terrenitar. Ik ben een Terrenitar. Ik ben een Terrenitar. Mijn kokkel is ook al goed. Boy! Damn, nu staat je wel op full. Dat kan ik wel niet meer. Man, als ik nu Moxie had, hè. Moxie sandscreen. Ja, we hebben hier in Gen 8 hebben we nu double abilities geïntroduceerd. misschien kilt je dat, ik ben stupid. Oeh. Dan heb ik toch een goede build gedaan met mijn Titar als ik kill. Als ik kill. Maar ik wou dat ik Fire Punch had, doe. Dit is een Stone Edge. Oh! Stone Edge killde niet? Jawel, man. Ja? Wait, let me calc that shit. Dat speelt in baseball en meer, man. Oké. De max HP. Maar ik wou niet missen. Wacht, mijn set. Mijn set is wel een beetje anders. Het is niet fully adamant. Kort plus 2, oh. Wacht, Import. First, I'm calcing this, man. Import. Easy battle. Easy battle, huh? You almost lost! Tank switch, man! Tank root. Spel F gewoon. Ja, dus ik gewoon max HP in ieder geval. Ja. Oké, plus 2. Stone Edge had ook niet gekilled. Hoeveel heet dat? Wacht. Gewoon max HP. Ja? Sassy nature. Ja. Waarom de fuck deed Crunch zoveel? Zeg jij zeker max HP? Het jij zeker op plus 2 gezet? Ja, ik heb op plus 2 gezet. Ik doe maar max 69. Ja, maar stealth ook chip in hier. Ah, juist. Ja. Stone had je het wel kunnen killen misschien. Misschien. Niet zeker. Niet zeker. Maar je zit weer. Snel nakalk, ja. 112 attack. Jolly. Ja, de 112 attack Jolly. De rest was allemaal in HP. Het is als ik een zero niet vind, hè. Zero, hè. Zero. Stone Edge had... Maar ja, Stone Edge was toch ook niet? Nee, wacht. Stone Edge was geen rol. What the fuck? Voilà. Juist. Maar waarom... Huh? Ja, ik denk dat er iets mis is met uw set, hè? Want dit is echt mijn set dat ik heb gebruikt. Maar ja, dat jij gewoon een max wil met Chronium? Of bijna max? Ja, waarschijnlijk. Niet eens een crit SME. Alright. Voor de mensen die hiervan hebben genoten, laat een like achter, I guess. Voor de mensen die niet van hebben genoten, what the fuck, zet je nog aan het kijken? Ik ben zo surprised dat je zo ver in de video bent geraakt. Ja, tot de volgende. Lennart, wil jij nog iets zeggen? Dat was echt een heel mooi einde voor die video. Ik vond dat ook. Ciao. Oké. Poképlay!